Hallo, ik ben Celestin Klauw en ik studeer educatieve bachelor, secundair onderwijs. En mijn keuzevakken zijn Engels en geschiedenis. De lessen zijn dus meestal in een kleine groep, waardoor dat er nog altijd wel een zeer toffe sfeer is in de klas. We hebben wel soms lessen in aula, zo in die grote zalen. Maar dat is dan meestal bijvoorbeeld zo voor de algemene vakken, de algemene didactiek vakken. En die gaat ook met normaal gezien op tweedaagse. Wat eigenlijk ook wel echt een meerwaarde is, wat je leert zo de medestudenten kennen. Er is meestal één dag in de week die volledig vrij is. Meestal gaan de lessen ook door van 8:30 tot 12:30 als ik niet vergis. Dus een blok van 4 uur of tot 12:45. En dan heb je eigenlijk wel middagpauze. De les volgen eigenlijk elkaar redelijk gemakkelijk op. Dus dat is wel altijd handig. Vanaf het eerste jaar heb je normaal gezien een stage. Hou eigenlijk ook wel rekening mee waar je woont. Want stel je voor je woont in Ieper zoals ik en je moet een stage gaan volgen in Brugge of in Gent. Dat is dan wel redelijk ver voor ons, maar ze heeft altijd kunnen zoeken naar stageplaatsen in de buurt zelf. Waardoor dat je wel handige uren hebt en dat je niet te ver van huis moet dan stage gaan volgen. In het middelbaar ben je al wat ouder. Heb je eigenlijk veel meer ervaringen. Bijvoorbeeld leerlingen zijn zeer hard op sociale media. En kan je ook die dingen al implementeren, wat dat soms wel moeilijker is op een lagere leeftijd. Ze zijn ook wat volwassener. En mijn zus heeft eigenlijk syndroom van Down. En ze zit nu momenteel ook in het middelbaar. Dus ik wil wel altijd zo leerlingen helpen en begeleiden. Dus ja, ik zou secundair wel verkiezen boven het lager. Ik ga op Erasmus naar Oostenrijk en ik ga daar ook geschiedenis en Engels studeren. En eigenlijk van hun educatieve systeem in Oostenrijk bekijken en vergeleken met België. Dus dat vond ik wel interessant. Eigenlijk op iedere stage heb ik al een jobaanbieding gekregen. En ik zou eigenlijk wel in mijn laatste stage had ik wel een zeer positief gevoel. Dus daarom zit ik met de vraag van, ga ik nu al gaan werken? Of ga ik eigenlijk nog voor mijn geschiedenis verder studeren?